Zo, jongens, naar al die rottigheid, dan zal ik er nou weer eens wat uitflappen. Mensen, we zullen het eens hebben over de nuchterheid van een West-Fries. En een West-Fries kan met weinig woorden zo'n soort zeggen. Want ik woon vanzelf in Twisk. Nou is dat vanzelf niet vanzelf. Maar een West-Fries zuid altijd vanzelf. Maar ik woon vlak bij die wereldpianist, bij Wibi Suriadi. Nou ja, jullie hebben het alle haar op de televisie zien. Ze binnen nou verhuisd. Ze wonen nou in Zeist. En hij is nacht bij zijn vrouw vandaan ook. Oh, dat zag ik allemaal al aankomen, want hij zat enkel allemaal aan die piano. Maar ik vind het zo jammer dat die mensen weg binnen, want het was zo gezellig op de rep. Als je dan een concert gaf, mensen, dan was het zo verlegen drok. En dan kwamen er allerlei mensen heel uit het zuiden vandaan. En dan ging ik wel dus buiten op de weg staan, want ik vond dat zo gezellig. En dan kwam er weer een auto. Weet u waar Wibi Suriadi woont? Dan zei ik, ja, jij niet. En dan had ik dus een brutale kerel, weet je wel. Je komt eraan aan, draait zijn rampje open. Ik moet naar Wibi Suriadi. Nou, ik zei, dan ga je toch. Maar dan weten ze meteen dat je een West-Fries bent. Mensen, dat is ook met het woord luchten en ruiken. Een stadsmens die zegt, het ruikt hier lekker. En een West-Fries zegt, moet wat luchtje lekker. Nou, Arie, die yoghurt, is dat nou goed? Lucht jij eens? Maar ja, mensen, het is heel goed. Ik lucht er niks aan. Het is al zuur als ze het erin douwen. Maar als een West-Fries in de gevangenis terechtkomt, dan komt die gevangenisbewaker, die draait de deur open, dan zei hij, wou u nog luchten? Dan zei de West-Fries weer aan. Ja, ik was vroeger bij de brandweer, nou dat praktische, dat had ik zo gehaald, maar... Die theorie, daar had ik zomaar geen kaas van eten. En nou hadden we zo'n brandweercommandant, die kwam heel onder Hilversum vandaan. En die kerel die vroeg zulke rare dingen. Hij zei, wat doe je nou als je jas in de brand staat? Nou, ik zei, niet aantrekken voor zo. Dan werd hij kwaad, maar ik had wel gelijk. Want je moet er nou een West-Fries niet zomaar wat wijs maken. Nou mensen, maar wij komen op een soort feest. Dus ik was les bij Dirk Bakker en die was 5 jaar trouwd en toen gaf hij feest. Nou, 5 jaar is vanzelf niks. Maar kijk, nou moet ik erbij zeggen. Hij was voor de 2e keer trouwd, dat was al even ouder, maar 12,5 en 25 en 40, dat begrijp ik wel. Maar 5 jaar is vanzelf niks. Nou mensen, ze hadden alle dagen ruzie en dan gaf even goed feest. Nou Simeon, dat begrijp ik niet. Nee, hij zei, ik ben zomaar niet Marcel, die eerst wou niet blijven en dus wil niet weg. Maar mensen, wij hebben bij ons Arie Molenaar en die heeft 14 jongens. Ik zei nacht, nou joh, 14? Ja joh, zei, dat was vroeger zo, toen had je nog geen bestrijdingsmiddelen. Nou, je kon er geen kast open halen of er rolde er wel eentje uit. Maar mensen... Alle jaren kwam er zo'n poppie. En er moest zo'n kind doop worden en dan mochten wij ook altijd komen. Dan hadden we zo'n gezellige dag. Maar ik dacht allemaal, 14, hij zal nou wel dus ophouden. Want het wordt al dus wat.
Maar nou twijfel ik toch nog weer, want dat laatste kind doop werd in de kerk, toen was er een van die 14 zo vervullend. En Arie grijpt de mensen lurven, hij zei: en nou ophouden, als maar jij volgend jaar niet meer mee. Maar mensen, er is van alles niks terechtkomen, want hij is nou weduwnaar. Ja, dat is eigenlijk heel begrotelijk. Dan zie je zo'n man wel dus langs de weg lopen en denk je, man, wat is dat allemaal jammer. Maar nou zie ik hem wel dus naar mijn buurvrouw gaan, die is weduwe. En dan hou ik hem wel dus even in de gaten, hij blijft alle keer even langer weg. Oh, wat hij er doet, dat weet ik vanzelf niet. Maar nou had hij de Sander vroegen of ze niet met hem trouwen wou. Nou, ze zei wel ja. Nou, hij zei, dan kom ik aankende week naar haar terug, dan moeten we maar eens praten. En toen komt hij bij mij en hij zei, Piet, je ziet me wel dus gaan naar je buurvrouw. En nou heb ik aan haar vroegen of ze met me trouwen wou, maar nou weet ik toch niet goed meer wat of ze zei het heb. Oh, ze dan vraag je er toch na een keer. Nee, maar hij zei, daar zie ik zo tegenop, want dan ben ik allemaal bang dat ze denkt dat ik niet goed bij mijn hoofd ben. Oh, ik zei, maar joh, dat moet je met een kwinkslag doen, daar heb je niks, geen erg in. Nou, hij zei, zou ik dat toch doen? Ik zeg vanzelf, dat hij gaat er weer op af. En hij zei, nou had ik aan je vroegen of je met me trouwen wou, maar nou weet ik toch niet goed meer wat of je zei had. Nou, ze zei, ik heb toch zei van ja. Maar ze zei me, joh, ik ben zo blij dat je nog even langskomt. Want nou wist ik toch niet goed meer tegen wie of ik ja zei. Nou, dat kan ook gebeuren. Maar mensen, ik zei net al, er is van alles niks terechtkomen. Ik zie hem alle dagen langs de weg lopen in dezelfde zwarte broek. Het is een bar gezicht en die kniezen er zich geen vouw meer in. En die ben zo kaal. Het is een bar gezicht. En toen had zijn dochter al de site, vader, je moet er zijn nieuwe broek kopen. Maar dat verdomt hij gewoon. Maar nou is die meid nogal goed met Neelt en Dreid. Ze zei, geef die broek nou eens hier. En toen had ze dit hier doorknipt en toen had ze die kale, bolle knies aan de achterkant bij. Toen rooide het erna weer een beetje op. Maar als je nou langs de weg loopt, dan ben er wel dus mensen die zeggen, komt Arie nou dit op? Of gaat hij dat op? Oh, aan de klep van zijn pet zou je zeggen, komt hierin. Maar aan zijn broekspijpen te zien, gaat hij erin. Maar mensen, ik zei net al, wij komen op een soort feestjes. Ik moest lesters optreden in de Zuidoost-Biemster. En dat was op een woensdagavond. En net als vernijvend, net dat het Nederlands elftal voetballen moest. Ik zeg tegen mevrouw, dat spijt me eigenlijk, want dat wou ik eigenlijk graag zien. Nou ja, ze zei me, joh, dat hij nou aannomen, dit moet je naartoe. Nou ja, ik zei, dat komt ook wel goed. Maar ze zei me, joh, in zo'n bejaardenhuis, dit begint het altijd al vroeg en dat mag niet zo laat aflopen, wees ik. En nou ja, zo'n voetbalwedstrijd begint zo'n beetje om 20:40. Als je een beetje rappig doen en dan kun je het na de rust nog wel zien. Nou, ik zeg, dat is ook eigenlijk zo, dat ik op tijd heen en ik kom er in die zaal en er zitten drie van die kereltjes vlak vooraan. Opschieten hoor, want er is voetballen. Maar mensen, ik had het net over die Arie Molenaar. In zijn goede tijd heb je nog wel dus een beetje rare dingen uithaald. Hij heeft naar zo'n bundertje land had met van die poteerappelen. 3 jaar achter elkaar had hij die zwart verkocht. Totdat de belastingdienst hem in de gaten kreeg. Nou, dat liep hij op, want toen moest hij de baas in. Nou, mensen, hij zat er 2 maanden in en toen kreeg hij een briefje van zijn vrouw. En dit stond op.
Jij zit er met je luie gat in die gevangenis en er is nog niks aan de bouwbeurt. Ik weet niet wat dat moet. En toen schreef Arie weer een briefje naar zijn vrouw en daar stond op: nergens aankomen. Want ik heb de hele bouw vol zit met zwart geld. Nergens aankomen. En een week later kreeg hij weer een briefje van zijn vrouw en daar stond op: er zijn een soort politie geweest, die hebben de hele bouw ontploegd, maar ze hebben niks gevonden. Toen schreef hij dan weer gauw een briefje. En nou die eerappelen erin. Willem Dekker die had een prachtige nieuwe auto gekocht en toen had hij tegen zijn zoon uit. Mijn jongen, jij mag hem ook gebruiken. Maar hij zei, je moet hem een één ding beloven. Zaterdagcijfers, dan krijg je hem niet. Want met al die jongelui langs de weg en met die kermissen, dan huur je maar een taxi of je gaat met een aard mee, maar zaterdags krijg je hem niet. Nou, hij zei, vader, ik ben al lang al blij dat ik hem gebruiken mag. Want die jongen dacht, dan heb ik geen nieuwe auto te kopen. En nou een tijdje geleden, toen was zijn vader en moeder naar de buren te kaarten op zaterdagavond. En toen was er kermis in Eerswoud. Nou, die jongen dacht, ik grijp toch die auto even hoor. Eerswoud is niet zo ver, ik ga toch even met die auto, dan blijf ik niet te lang weg. Dat waag ik erop. En toen was hij op die kermis in Eerswoud en toen was het zo'n beetje 10 over 12. Nou, hij dacht, ik moest toch maar naar huis gaan. Nou mensen, hij komt er bij die auto op die parkeerplaats en lijkt er nou zo'n deuk in die auto zitten. Nou die jongen zat er verschrikkelijk mee, maar nou was hij bevriend met jonge Jan Schilder en die doet altijd auto's uitdeuken. Dat hij stapt dat café weer in en hij belt Jan Schilder op. Hij zei, mijn jongen, zou jij de auto uitdeuken willen? Nou Jan Schilder zei, wanneer? Hij zei, direct. Nou, Jan Schilder zei, mijn jongen, maar weet je wel hoe laat of het is? Nou, jongen, hij zei, ik zei straks alles uitleggen uit, alsjeblieft maar doen willen. Nou, hij zei, kom maar. Dat die jongen met die auto naar Jan Schilder en die had de hele nacht aan het uitdeuken geweest. En had meteen de rekening erbij, dan 500 euro. Nou, die jongen zei, man, maar dat kan ik niet betalen, maar ik zal je alle maanden wel wat geven. Dat komt gerust wel goed. Nou mensen, een maandag ochtend zitten ze te brood eten. Toen zei die vader, moeder, zou jij dokter even opbellen willen? Nou, ze zei, mijn jongen, ben je niet goed? Nee, hij zei, het zit hier niet goed. Nou, ze zei, wat dan? Nou, hij zei, nou ben ik een vrijdag met de auto tegen een damhek aanreden. Nu gaat er zo'n deuk in. Nou zou ik even naar Jan Schilder, maar er zit heel erg geen deuk in. Ik begrijp er niks van. En die jongen zat al op hete kolen. Nou, hij zei het verder, ik zal het maar eerlijk zeggen, jullie wassen zaterdag even te kaarten. En toen belde Jan Schilder op of ik direct die auto brengen wou, want hij had een maandag geen tijd. En hij had de rekeningen ook meteen bij dan. Mensen, weet je wat ook zo mooi is? In die septembermaand in West-Friesland hebben we altijd die floralia dagen. Een winkel met zijn bloemencorso en nierep met zijn mozaïeken. En in twist zaterdags en zondags floralia en een schellinghout. Nou kortom, in al die dorpjes is het den floralia. En nou had mijn vrouw 4 van die mooie floorplanten. En ze zei, die stuur ik van het jaar eens heen, want dan krijg ik vast een prijs. Want ze doen het zo goed. En een weekje voor die floralia, toen was er zo'n mooi zacht regentje. Ze dacht, ik zet ze alle 4 buiten, want dat is wel lekker voor die planten. Zo'n natuurlijk regentje. Maar nou heb ik een geit. Nou mensen, leidt nou die geit al die 4 floorplanten bij de pot afreten.
Nou joh, mijn vrouw heeft me voor alles uitscholden. Ja, ik zeg, mens, maar ik heb het niet idee. Nou, ze zei, wat moet je met die rotgeit? En toen heb ik haar uit de razen laten. En dat ze ermee klaar was, toen zei ik, als je nou wijs bent, dan moet je ze even goed alle vier naar die Floralia sturen, want geen mens heeft sukkers. Toen begon ze weer. Maar mensen, ik moet er weer mee ophouden. Ik denk, je maakt nou wel even vertellen, want Arie Groot, die moest in militaire dienst. En toen had zijn grootmoeder al gezegd, joh, wat zou ik toch verlegen graag een foto van je willen. Nou, hij zei, mens, dat kind toch. Ja, maar ze zei, nou wou ik heel graag dat je er in natura op ging. Niet met zo'n rottig soldatenpakje aan. Nou, hij zei, maar dat komt wel goed hoor. Dat al van die jongen naar de fotograaf. Hij zei, nou wil mijn grootmoeder een foto hebben. En nou wou ze graag dat ik er in natura op ging. Nou, die fotograaf zei, trek het goed maar uit. Dan zal ik je erop nemen. Nou mensen, dat is beurt en hij komt met die foto bij zijn grootmoeder. Nou, ze zei me, joh, maar dat had ik niet bedoeld. Helemaal met niks aan. Ik bedoelde eigenlijk dat je met je zondagse pak erop ging en niet met zo'n rottig soldatenpakje. Nou ja, hij zei, mens, je denkt het toch zeker niet dat ik nou weer naar die fotograaf zat. Maar hij zei, weet je wat we doen, hè? Ik knip hem door de midden. Dan krijg jij het bovenend, dus dat mijn gezicht de mest er nog op. Nou, dat wou ze dan wel. En lijkt nou die grootmoeder van zijn vaders kant ook beginnen te teuten over zo'n rotfoto. En dat mensje was al een beetje kippig. Oh, ik denk, die geef ik het onderend. Nou, ze hadden hem al drie keer omdraaid. Oh jongen, was daar mooi op. Hij zei, dat dacht ik ook. Oh, wat hij na zo van je grootvader. Maar ze zei, me, joh, nou moet je eens goed luisteren. En nou weer op de foto gaan, dan moet je voor de eerste je heerkam en je strop, daar zit ook naar scheef. En zei, jullie mij niet meer zien en dan is dit de laatste keer geweest.